we doen heel veel verschillende acties. We doen zowel acties tegen grote bedrijven of tegen om het beleid van de overheid te veranderen. Maar we doen ook acties waarbij mensen zelf dingen in hun eigen omgeving kunnen veranderen. Want je kan zelf ook heel veel doen. Vandaar ook dat we bij Jongeren Milieu Actief heel graag heel veel vrijwilligers willen die zelf dingen kunnen gaan doen om te zorgen voor een beter milieu. Nou, je kan bijvoorbeeld, zoals de mensen hier, kan je handtekeningen gaan verzamelen. Dus niet alleen zelf een handtekening zetten, maar ook handtekeningen gaan verzamelen. Of acties bedenken, of acties organiseren. Dat kan je allemaal doen. Je kan sowieso jezelf daar gewoon goed over informeren. Hoe jouw gedrag het milieu beïnvloedt. En dan kan je ook gaan kijken wat je zelf aan je eigen gedrag kan aanpassen om het milieu minder te belasten. Hoe ga je zuinig om met water? Hoe ga je zuinig om met de energie? Hoe ga je zuinig om met de grondstoffen die je in de natuur vindt? Daar kunnen mensen gewoon heel veel doen. Gewoon zelf lokaal groenten kopen, je kleren op 40 graden wassen, kort douchen. Heel veel simpele dingen. Nou, je kan een trui aantrekken als het koud is in plaats van de verwarming omhoog zetten. Je kan op je balkonnetje een mooie tomatenplant laten groenen. Je kan heel makkelijk op je eigen balkon of in je tuin aardappels of bonen of uien kweken. Waardoor je gewoon die energie dicht bij huis hebt, gebruikt. En niet dingen van heel ver over de hele planeet heen vliegen en dan pas hier opeten. Begin bijvoorbeeld je eigen moestuin. Het is gezond, je krijgt buitenlucht. Je komt meteen lekker in conditie. En je kunt een paar kilootjes kwijtraken werkend in de tuin. En je hebt meteen je eigen voedselvoorziening voor de deur. Dat is iets wat ik graag zou willen doen en wat ik aan andere mensen zou adviseren. Ja. Okay. Keep it to yourself. Doe het vooral zelf en neem de verantwoordelijkheid vooral zelf en schuif het niet af op de overheid doet niks of het bedrijfsleven doet niks. Het is gewoon belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat vind ik het meest inspirerende als ik mensen zelf iets zie doen. Dit is fietskracht, fietsenergie werkende computer. Ze zeggen bijvoorbeeld dat heel veel jongeren in slechte conditie zijn, lichamelijk, omdat er alleen nog maar gecomputerd wordt. Ik zou zeggen, zet de fiets in je huiskamer neer en ga lekker computeren. Ik ben bij JMA actief, omdat ik andere mensen ten eerste wil vertellen wat er aan de hand is. Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen, ook kinderen, gewoon weten wat er gebeurt in de bio-industrie. Wat er gebeurt met milieuvervuiling, wat er gebeurt met klimaatverandering. En hoe dat veroorzaakt wordt, hè, door al die auto's die hier rondrijden. En door al die fabrieken die CO2 uitstoten, alle energie die we verbruiken. Daardoor krijg je klimaatverandering. Dat komt gewoon door ons. En het is heel belangrijk dat iedereen dat weet. Want dan weet je van, hey, ik doe iets en het heeft een gevolg. Nou, dan vervolgens, waarom je jongerenmilieu actief zo leuk is, is omdat we heel erg naar de oplossingen kijken. Dus van, wat kan je zelf doen? Hoe kunnen we dit nou probleem aan gaan pakken? Niet alleen maar over problemen praten, maar ook over oplossingen. Dat is heel belangrijk. En dan kan je mensen inderdaad gaan inspireren. Want begin gewoon klein, begin bij jezelf. Wat je gemakkelijk kan doen. Bijvoorbeeld een trui aantrekken als het koud wordt, in plaats van de verwarming omhoog zetten. Of begin met één klein moestuintje met twee planten. Dan heb je al een begin gemaakt. En dan kan je zien jouw buren dat, van oh, als hij het kan ik het ook. Weet je wel? Dan kan jij anderen weer inspireren. En als andere mensen wat doen, kunnen zij jou inspireren. Dus je kan heel veel doen alleen. Als persoon, als individu kan je gewoon heel veel doen. De bio-industrie is gewoon het principe van zoveel mogelijk voedsel produceren tegen zo laag mogelijk prijs. Dus het gaat gewoon heel erg ten koste van dierenwelzijn. En het uiteindelijk is dat natuurlijk heel, ja, het is eigenlijk onethisch om zo om te gaan met dieren als wat in de bio-industrie gebeurt. Het is veel te kleine hokken, echt pijn die ze moeten ondergaan. De manier waarop ze geslacht worden is gewoon, ja, dat is gewoon niet beschaafd waarop we dat doen. Dus daar moeten we vanaf. Moeten we naar een andere veehouderij toe. Ja, het kost veel te veel voor het milieu en voor onze aarde. En
Dat kost ons als mensen gewoon ons hart en ziel uiteindelijk. En dus daar moeten we gewoon mee stoppen. Een oplossing is om minder vlees te gaan eten. Niet iedere dag. Je hoeft ook niet iedere dag vlees. Ik eet al bijna 10 jaar geen vlees meer. En ik ben nog steeds hartstikke gezond. Ik zit hartstikke lekker in mijn vel. Dus je hebt dat helemaal niet nodig. Dat is maar een gedachte dat we ooit bedacht hebben van ik moet per se vlees hebben iedere dag. En dat is gewoon niet waar. Dat wordt je ingepraat door de commercie. Er wordt reclame voor gemaakt, maar dat is helemaal niet nodig. Als je naar je eigen lichaam luistert, is een ander voedselpatroon met veel meer groenten en veel meer goede, echte, eerlijke producten is veel beter voor je lichaam dan alle vlees en ook alle verwerkte producten die veel mensen binnenkrijgen. Waarbij we jongeren op mbo's en op middelbare scholen gastlessen geven. Gastlessen over klimaat en milieu. Dat is een van onze belangrijke functies als jongerenmilieuorganisatie. Naast de acties die we doen, doen we ook lobby's bij de overheid. Zo hebben we verleden jaar in aanloop naar de Kopenhagen COP 15 een gesprek gehad met Maas Groot op het ministerie van Vrom. We hebben gesprekken met minister Kramer gehad na een grote actie die we hebben gevoerd. Daarbij hebben we, ik geloof meer dan 3000 handtekeningen opgehaald. Dus dat zijn toch heel veel stemmen die op dat moment toch gehoord worden. En het belangrijkste wat ik vind dat wij doen als jongerenmilieuorganisatie is dat het zichtbaar wordt voor vooral politici en mensen in het bedrijfsleven dat er een toekomst is, namelijk hun kinderen, de jongeren, hun jeugd. En het verschil tussen wat wij doen en wat bijvoorbeeld organisaties als Milieudefensie en Greenpeace doen, die gaan praten met politici en die gaan praten met bedrijven, maar die trekken een stropdas aan en die komen netjes in pak, helemaal in geconformeerd aan de setting van deze grote bazen, komen ze een gesprek voeren. En dan heb je dus een gesprek tussen overheden en bedrijven en NGO's. Maar dat wil je niet. Je wil een gesprek tussen mensen. Je wil dat de menselijke kant van het verhaal duidelijk wordt. Want het gaat niet om, het gaat niet om geld. Het gaat niet om pakken, het gaat niet om overheden. Het gaat over mensen en hoe mensen leven met deze planeet. In harmonie met de natuur, met de planten, met de dieren en met elkaar. En dat betekent gewoon dat je andere mensen, maar ook bedrijven, duidelijk maakt dat ze hun vuilnis niet in jouw tuin kunnen gooien of in andermans tuin. En dat is iets wat wij als jongerenmilieuorganisatie kunnen bereiken door onze identiteit. En, natuurlijk is er een probleem, maar als je mensen alleen vertelt dat er een probleem is, dan zijn ze al heel vaak gedemotiveerd. En dan hebben ze iets van, er is een probleem. Ja, oké, leuk. Ik ga weer verder televisie kijken en chips eten en weet ik veel. Ik wil gewoon zelf geen vlees eten, omdat ik dat ethisch voor mezelf niet kan maken eigenlijk, om dat te doen. En het is ook nog eens heel erg slecht voor het milieu. En ik vind het gewoon niet nodig om dieren te doden. Dus dat wil ik zelf niet doen, dus ga ik het ook niet opeten. En ik had dat gewoon voor mezelf besloten, 10 jaar geleden. En inmiddels zijn er al 3 of 4 mensen die tegen mij gezegd hebben dat ze door mijn voorbeeld erover nagaan zijn gaan denken van goh, ja, je eet een dier op, wat betekent dat nou voor jezelf? En die hebben ook besloten om vegetariër te worden of om minder vlees te eten. Dus dat laat maar zien dat als jij zelf doet wat jij denkt dat goed is, is alleen maar gewoon doen en gewoon lachen en gelukkig zijn en laten zien hoe gelukkig jij wordt van op die manier leven, dat is aanstekelijk. Andere mensen gaan vanzelf met je meedoen. Dus je moet soms even doorzetten, maar je moet niet denken dat het niet uitmaakt wat jij als individu doet. Het maakt heel veel uit. Dus dat is heel inspirerend als je van andere mensen hoort van
Ik ben door jou vegetariër geworden, zeg maar. Want dan, ja, dat is echt fantastisch.